Hallo. Hallo. Nou jongens, ik denk dat half Nederland, als je een heel klein beetje buiten de stad woont, dit 's avonds ook doet. Ja. Gewoon een paar kilometer lopen. Veel mensen nu joggen, fietsen. Ja, wij wandelen met dit. Ja. Bij ons in de polder. En misschien doen jullie dat ook wel. Iedere avond een rondje of iedere ochtend heel vroeg eventjes joggend door de polder heen. Of door de park, stad, weet ik het. Prachtig met de ondergaande zon. Ja, gaan we even laten zien. We hebben dan wel het voorrecht dat we een klein beetje landelijk wonen. Dus dan heb je dit soort dingen. Denk even de kassen weg, want dat heb je dan ook wel weer. Mooi hè? Ja. En de andere kant op. En zit je deze kant op te kijken? Ja. Ja jongens, normaal gesproken zouden we in Spanje of weet ik voor waar zitten. Ja, dat is natuurlijk een andere piece of cake. Maar we zullen het er even moeten doen. En niet weggaan is eigenlijk meer een luxe probleem volgens mij. Ja, dat is zo. Tot dadelijk weer. Doei! Doei! Enorme deuk in mijn ego. Ik ben gisteren tegen dit loodje aangereden. Tenminste, dat puntje. Daar. En daar heb ik een kras, een plek en een ding. Zoals je ziet, of misschien niet ziet, kras. Dan gaan we naar boven. Er zit een gaatje, maar dat hebben we afgeplakt met duct tape. Wit. En nog meer krassen. Wow. Niet zo mooi, hè? Maar Do heeft het even dichtgesmeerd met grondverf, dat niet gaat roesten. Ja goed, en dan volgende week gaan we dat repareren bij de reparateur. En dan als het goed is zie je er niks meer van. Jongen, 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 jongen. Stomkop ben ik zeg. Nou. Schade jongens, je wordt er nooit wijzer van. En ik baal er vreselijk van, maar ja, wat doe je eraan? En mijn ego zit nog een veel grotere deuk. En de schadeboer die kan hem niet repareren bij ons in het dorp. Want ja, hij is te groot voor de werkplaats. Had ik natuurlijk ook wel kunnen verzinnen. Dus we gaan het nou ergens anders doen, bij de dealer. Paasweekend Brouwersdam. Normaal hoef je hier echt niet te komen. Zeker niet op dit tijdstip, het is 12 uur nu. Nou, er staat gewoon helemaal vol. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ik zie het al een beetje. Goed te doen. Oh ja. Heerlijk. Oh, er staat wel een Duitse camper daar. Ja. Ja, we plakken hem daar even neer. Dat zaak is ook open. En klaar is Kees. Oh, wat rustig. Woehoe. Bij dat strandje misschien, Rick? Ja. Niet één camper verder. Hier misschien. We staan op de Brouwersdam. En moet je kijken. Ja, dan maak je toch niet veel mee, hè? Of vaak mee bedoel ik, sorry. Ja, moet je eerlijk zeggen dat ik zat te denken, ja, je kan wel zeggen, moet je nou met die camper naar de Brouwersdam gaan? Maar ja, als ik hoor hoeveel mensen er nu naar de plantenzaken rijden, meubelboulevards, we zijn langs een aantal doe-het-zelf-winkels gekomen waar een rij stond, lijkt mij dit toch een stukje veiliger. Wij houden wel 1,5 meter afstand hoor. Laten we er maar 100 meter van maken. Dus ja, ik vind het een super plekje. En het komt natuurlijk vooral omdat dit echt een Duitse plek is. Ja, en die komen toch niet? Want je mag niet blijven logeren hier. En dat is één groot feest voor de lokalen, zeg maar. Voor ons. Dus super. Doei.
Ik ga het naar de Ja, doe dat maar. Doei! Doei! In mijn camper en nou valt mijn trap weer naar beneden. Blijf bezig. Maar ik heb nu weer het nieuws verzonnen. Dus ja, weet je, ik repareer eigenlijk dingen een beetje altijd op mijn houtje touwtje manier. En die dealers in België die hebben een lockdown, dus daar kan ik sowieso niet terecht. Dus we verzinnen zelf wel wat. Maar ik kom altijd tot leuke oplossingen, vind ik zelf. Doei! Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Even laten zien waar we staan. Ja, doe dat maar, dat is beter. Heel beter. Aan de Grevelingen. Stil plekje. Zit de madame lekker? Ja, heerlijk, in het zonnetje. Flesje wijn. Man. Heerlijk. Kijk eens even. Prachtig plekje. En dat plaatsje daar, dat heet... Scharendijken. Scharendijken, ja. Mijn tip kwijt. Tip, ben je. En dan gaan we even in de wind staan. Let op. Even om het hoekje filmen, want er staat echt veel wind. Je ziet al een klein beetje aan de witte kopjes daar. Komt ie. Port Zeelanden daar. Er zijn nog heel veel servers. Servers. Heeft er geen zin meer in. Hier heb je geen last van de wind en geen last van de mensen. Nou jongens, we gaan even een tapasje nemen. Tip in de relaxstand. Ik denk wellicht een auto snurken om. Hij is gewoon in slaap gevallen. Tegen de stoelpoot, tafelpoot.